Lisa, ik zag je zojuist trainen en ja, synchroon zwemmen, het ziet er heel mooi uit. Maar volgens mij is het ook best zwaar, of niet? Ja, het is een hele zware sport. Mensen denken dat het helemaal niet zwaar is, maar ja, het is best wel zwaar. Ik train ongeveer 33 uur in de week. Maar dat betekent wellicht ook dat je wat dingen moet laten zitten. Ja, ik train ook tijdens school. Dus ook school mis ik ook vaak. Ja. Nou, dat vind je dan niet zo erg, denk ik. Maar ook uitgaan en zo? Nee, dat schiet allemaal wel bij in. Ja. Nog tijd voor een vriendje? Nee, die heb ik niet. Dus jouw hele leven is ingericht rondom het synchroon zwemmen? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Zeg, en volgens jullie bondscoach maken jullie behoorlijke kans om in 2020 mee te doen aan de Olympische Spelen. Ja, wie weet. Dit is ons eerste jaar als duet. En we gaan voor volgend jaar de WK. En ja, wie weet kunnen we 2020 naar de Olympische Spelen. Dit weekend gaan jullie naar het Europese Jeugdkampioenschap in Polen. Hoe schat je je kansen in daar? Ja, best wel goed. Dit is wel ons eerste jaar. Dus het is altijd nog even kijken van hoe gaat het met dit duet. Want dit is het eerste jaar dat we het zwemmen. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja, dank u wel.